Lize, we beginnen bij jou. Jij deed de paso doble met Floris. Marco vond dat je knalde als een malle en zag helemaal niets van je blessure terug. Dan was erg positief na de paso doble en hij zei: dit is wat ik verwacht van de top 8. Vlaanderen en Nederland hebben ongetwijfeld genoten van je performance. Maar de vraag is of ze vanavond ook genoeg voor jou hebben gestemd. Ja, dat hebben ze, je bent safe! Natasha, jij deed jazz. Dan zei, het maakt niet uit welke stijl je doet. Je bent telkens weer even fantastisch. En Jan zei vanavond dat jij zeker in de finale hoort. Uiteraard wil jij dolgraag een plaats in de halve finale. Zien we jou volgende week terug? Of eindigt jouw verhaal vanavond hier? Je moet nog even wachten. Hattie, jij deed modern. Jan vindt dat je te voorzichtig danst, net alsof je op eieren danst. Maak ze kapot, riep hij. Jij zei, ik heb ze al kapot gemaakt. Dan vindt dat je veel hebt geleerd in deze show, maar denkt wel dat dit je laatste show is. Omdat hij de andere danseressen op dit moment iets beter vindt. Jouw fans in de studio waren dol enthousiast vanavond. Maar heb je ook de kijkers thuis kunnen overtuigen? Ook jij moet nog even wachten. Hey Nora, jij deed een hip-hop fast. Jan vindt je een schitterende danseres. Een compleet plaatje. Maar je mist toch nog een beetje zelfvertrouwen. Yevgenia is blij dat Sleeping Beauty Miss Enora eindelijk wakker is geworden. De jury heeft vanavond gesproken. Maar het zijn de mensen thuis die hebben beslist of jij doorgaat naar de volgende show. Zien we jou komende zondag terug op dit podium? Jazeker, jij bent door naar de halve finale! Gefeliciteerd, Enora. Kijk hem maar aan, hoor. Het meest verschrikkelijke moment van de show is aangebroken. Ik moet een te gekke danseres naar huis gaan sturen. Jullie zijn allebei zo dicht bij de halve finale van volgende week. Maar helaas zal één van jullie hier volgende week niet meer dansen. Met pijn in het hart moet ik zeggen dat we vanavond afscheid moeten nemen van Hattie. Gefeliciteerd, Natasha. Jij gaat door naar de halve finale. Hattie. Hoor je dat? Ja. Het is allemaal voor jou. Marco,
Vind je het terecht? Als ik kijk naar de andere vier danseressen, vind ik het wel terecht, ja. Dat moet ik wel voorop stellen. Maar ik vind wel dat het hier met een opgeheven hoofd deze show mag verlaten. Want ik denk dat ze echt wel heel veel mooie dingen heeft laten zien. Ik moet wel zeggen, ik was een beetje bang dat het weer zoiets zou worden als vorige week. Dus daarom vind ik het wel terecht dat nu het hier naar huis is. Maar ik wens je heel veel succes. Ik denk dat je nog heel ver gaat geraken. Ja, Hetty. Je bent gestopt als dansdocente. Alsjeblieft, laat dit nou niet gelijk het einde betekenen dat je denkt, nou, dan moet ik dus maar geen danseres worden, want je hebt het echt fantastisch gedaan. Wil je zelf nog iets zeggen? Nee, dat het zeker niet het einde is en dat ik zeker nog eerst als danseres wil gaan werken. Oké, gelukkig maar. En Hetty.